zo snel mogelijk naar zijn huisje toe. Gelukkig woont hij naast me. Klap, klap, hallo! Oh, de deur staat gewoon open. Jongens, Sam, wat is er aan de hand? Niks, ik verveel me gewoon. Je verveelt je, maar je belde me onder de douche dat er een noodgeval was. Dat ik zo snel mogelijk naar je huis moest komen. Ja, er was ook een noodgeval. Ik zat op de wc. Wacht, zijn jullie ook noodgeval? Gebeld? Ja, zeker. Waarom ben ik hier ook? Je aan het bakken. Oh, dit meen je niet, Sam. Heb je ons gebeld met een noodgeval terwijl je gewoon verveelt? Wat is er aan de hand dan? Nou, ik wil gewoon een leuk spelletje doen. Een spelletje? Dat is toch geen noodgeval? Als je je verveelt en je wil een spelletje doen, kan je ons toch gewoon roepen? Dan moet je niet zeggen, hallo Dennis, noodgeval, kom nu naar mijn huis, snel! Ik dacht dat je van de trap was afgevallen of iets, of dat er wat aan de hand was. Maar je wil gewoon een spelletje doen. Oké, wat voor spelletje wil je doen dan, Sam? Nou, wat dacht je van het vriestickertje? Bevriestickertje? Ja. Nee, niet meer dat spel. Dicky! Hallo, ik kan niet bewegen! Oh, nee, dan ben je niet wel gaan dit spel doen! Oh, oké, dank je, Zoe. Ik ben wel klaar met dit spel. Ik heb hier geen zin in, oké, bevriestickertje. Ik dacht dat het een noodgeval was. Ja, ik ook. Ik ga. Dicky! Sam, ik zei toch al dat ik niet meer speel, oké? Het spel is al gestopt, dankjewel, Zoe. Hars, Tommy heen. Ik zag die kant heel snel oprennen naar jouw huisje. Naar mijn huis? Wat doet hij bij mijn huis? Anna, weet jij dat? Waar gaat Tommy heen? Ik heb geen idee. Oh, dit meen je niet. Tommy, hallo? Oh, dat stomme spel. We kunnen beter een ander spel doen. Tommy, hallo? Hij is sowieso naar mijn mancave. Ik weet zeker dat hij die altijd mega vet vindt. Tommy, hallo, ben je hier? Nee, ik zit hier niet. Waar zit hij? Hij is hier nergens. Waar is Tommy? Ik zit hier niet, hoor. Doe je daar in de hoek? Ja, verstoppertje spelen. Wacht, verstoppertje? Dat is wel een spel wat we kunnen doen met z'n allen. Ja, dat is echt een mega goed idee. Alleen, we hebben best wel vaak op verstoppertje gedaan. Maar ik weet al een unieke manier. Sam, dat kan ben jij de zoeker. Oké, succes. Oh. Stoppen, jongens. Okay, stoppen. Ik weet een perfecte plek. Ik ga me snel omkleden hier om het hoekje. En op. Kijk hoe ik eruit zie. Ik zie er nu uit als één kleur geel. En op die manier kan ik me makkelijk verstoppen. En Sam is aan het tellen tot 1090. 991. Oké, waar ga ik? Ik ga hier, denk ik, hier zo voor mijn huis. Perfect. En wacht eens even, daar is Tommy. 994. Waar is Anna? Duizend. Ik kom. Ik ga hem hier nooit vinden. Ik sta wel voor steen, maar ik ga hem hier nooit vinden. Oh, waar zijn jullie? Oh, daar loopt hij. Zoe, Dennis, Anna, deze kant Tommy, op. Ik ben zo. We lopen gewoon langs Zoe heen, gewoon daar. En dan gaan naar de boomhut. Gaat hij om de boomhut kijken? Is daar iemand is in het water? Oké, hij gaat in het water kijken. Daar is helemaal iemand in de boomhut. Tommy. Hij gaat Nee, ik zit daar niet hoor. Hij is beneden, hij is beneden. Beneden? Oh nee. Ik zit niet beneden. Oh nee, hij staat volgens mij recht boven Tommy. Oh nee, als hij daar naar beneden sprong, sprong hij vol op zijn hoofd. Tommy. Oké, volgens mij sprong Sam echt op Tommy's hoofd. Volgens mij is hij hier niet. Zoe. Anna? Het is een speciale gave dat hij ook Zoe meestal kan ruiken. Dat is echt super raar of zo. Ik ruik wat. Deze geur komt me heel bekend voor. Hij ruikt wat? Oh nee, ik denk dat Zoe erbij is. Dit is Zoe, 100%. Ja, gevonden. Wat? Hoe ruikt die Zoe nou weer? Dan, Sam? Oké, dat is raar. Nog twee anderen. En daarna heb ik gevonden. Alleen Tommy en Anna nog. Oh, we zitten boven in de boom. Hoe heeft die Tommy net niet gevonden? Hij is gewoon echt vol. Dennis? Hallo? Nee, die zit hier niet hoor. Hoe heeft hij me niet gevonden? Hij loopt gewoon langs mee. Oké. Zit Anna hier toevallig? Oké. Wacht, ik zie een appel in de boom. Een appel in de boom? Appeltje. Dat is wel een hele grote appel, hè? Een grote appel. Oh, dat is Anna. Hey, Anna. Je hebt me gevonden. Oké, dat is Anna. Alleen Tommy nog en heb ik gewonnen. Oh nee, hij is daar weer naar boven geklommen. Gaat hij nou weer naar beneden springen? Zie je al iemand, Sam? Oh nee, niet weer op Tommy's hoofd. Nee, hij is daar. Oké, dat is pijnlijk. Hij staat er ook gewoon voor. Hoe staat hij ervoor? Zeg me niet dat hij hem nog steeds niet heeft gezien. Kom op nou, Sam. Hey, Tommy. Wat heb ik gewonnen? Ik ben erbij. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Je hebt wat? Ik heb gewonnen. Hoezo? Ik ben als laatste. Zou je denken? Nee, hoezo zou je dat denken? Ik was de allerlaatste die over was. Helemaal niet, hoor. Nee, hoor. Wie dan wel? Nou, de zwerver. De zwerver? Wacht, zwerver? De zwerver? Ja, in je boomhut. In Tommy's boomhut? Zit er een zwerver in mijn boomhut? Tommy, zit er een zwerver in je boomhut? Wacht, die moet ik eruit halen. Ik zie helemaal niemand daar. Kom eens hier.
er iemand bij? Tommy? Ik kom eens hier. Tommy, is daar echt iemand? Ja, ik heb hier een zwerver in mijn bomen. Wat doet hij hier? Hier, ga er al. Hier, hoppa. Oké, sinds wanneer deed hij mee met verstoppertje? We deden het toch met z'n allen en met hem erbij. Ja, godverdamme, draag ik hem maar naar poep in mijn boomhut. Naar poep? Heeft hij een poepje gelaten daar? Ik denk het. Het is misschien beter als jij weggaat, meneer. Wij doen verstoppertje met z'n allen. Dan ga ik weer terug naar de speeltuin. Doei. Maar eigenlijk heb ik wel gewonnen, jongens. Maar jij hebt vals gespeeld. Ja, hoe heb je vals gespeeld? Ik heb helemaal niet vals gespeeld. Jawel, je bent helemaal in geel. Ik ben toch altijd al geel, jongens. Maar neemt jou niet helemaal. Dat is waar, maar dan doe je dit toch ook? Dan verander je toch ook in je eigen kleur? Jij helemaal roze, jij rood, jij blauw en jij groen. Oké, dan spelen we gewoon meerdere rondes. En dan telkens in je eigen kleur. Eén van ons gaat dus zoeken. Wie gaat er als eerste zoeken? Ah, wel. Waar wil je zoeken? Op welke plek? Blokstad is namelijk mega groot. Laten we gewoon het begin Blokstad doen dan. Het beginstuk van Blokstad, daar zo? Dat is goed. Dan mag iedereen zijn eigen kleur aandoen. Ik ga verstoppen. Nee. 990. Waar moet ik verstoppen? 991. Sams, jij nou in het standbeeld? Ja. En je bent helemaal blauw. Ik zou wel je koekje wegdoen, anders val je mega hard op. Ik ga denk ik ook in het standbeeld verstoppen. Waar is Tommy? Tommy! Ik sta hier. Sta je nou in de boom? Oké. Tommy, waar is Zoe? Zoe, hallo? Hallo, ik sta hier. Woont hij helemaal bij die auto daar in de verte? Dat is een mega goede plek. Oké, waar ga ik? Wie is dat daar? Bij dat Blokstadstandbeeld? Hallo? Wie is dat? Hallo. De villager, wat doe jij hier? Ja, ik wil even meedoen. Misschien dat je nog wat bij mij wil kopen. Oké. Volgens mij komt Anna eraan. Anna komt eraan! Ik ga hier! In het standbeeld! Oké, perfect. En dan plaats ik die blokjes daar zo. Kijk, perfect! Dennis, waar zijn jullie? Laat ik eerst bij de standbeelden even gaan kijken. Er zijn wel mooie standbeelden, maar... Die van mij is het mooiste. Aan het niemand. Hoe zit die bloks mee? Hier zit niemand. Kijk, bomen. Niemand in de bomen, denk ik. Plus, je ziet Tommy niet eens daar. Tommy is ook mega goed Zoe, je weet dat dat een andere kleur is, toch? Wat? Een andere kleur? Ja, dit is soort paars. Jij bent roze. Zoe is roze en ze staat voor paars. Oké, dat is niet het slimste wat je kan doen. Alleen, doet die villager daar nou ook mee? Even kijken. Hallo. Zoe, wat koud bij mij? Jij dat ook? Nee hoor, meneer, dat hoeft niet. Ik heb niks nodig. Ja, ik ook niet. Dank u wel. Oké. Kom, Zoe. We gaan verder zoeken, denk ik. Hallo. Ga weg. Hier is zee-augurk. Stomme zee-augurk. Zoe, hoorde je dat ook? Ja, ik hoorde iets over een zee-augurk of zo. Ik dacht dat ik Dennis hoorde. Ik heb een zee-augurk. Een zee-augurk? Laat Waar zien. Waar komt dat vandaan? Vanuit de boom! Misschien komt hij wel uit de boom. Laat ik eens kijken. Dat is heel slim. Dan groeien ze wel aan bomen. Uit de boom. Perfect. En niet vanuit de boom. Wel vanuit de boom. Is deze van jou? Ja, heb je iets laten vallen? Toevallig wel. Ja, geef maar aan mij. Dankjewel. Dan moeten we alleen nog een tennis en Sam. Waar denk je dat ze zitten, Anna? Standbeeld! Hoorde je dat ook? Hoorde je dat? Blauw! Oké. Nee, geel! Mijn favoriete kleur is blauw! Mijn favoriete kleur is blauw! Blauw! Nee! Sam, ben jij niet? Je hebt me gevonden! Ja, je was erbij! Ik heb weer gewonnen! Ik zei het toch! Ik zat in het standbeeld bij geel. Ik zat precies hier zo. En je liep echt mega vaak langs mij. En ik zat hierin. Kijk, ik zat hier verstopt. Super goede plek. Zie je wel? Mega goede plek. Zelfs zonder vals spelen heb ik gewonnen. Terwijl jullie allemaal je eigen kleur aan hadden. Alleen, ik vind nu wel dat iemand anders moet gaan zoeken. Ja, en dat er een andere plek moet hebben. Ik ben als eerste gevonden. Dus ik ga zo wel. Jou dat is wel eerlijk, Zoe. Alleen dan vind ik wel dat je eigen kleur uit moet doen. En weer je normale kleur. En Anna, dan moet jij je eigen kleur aandoen. Yes, is alleen, goed. Waar gaan we verstoppen? In Blokstad zelf. Oké, dat is een goed idee. Oké, laat
tosje stoppen, oké? Okay? En jij moet tellen, Zoe. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oké, okay, is even. Tommy bij de vuile was. Ik zie daar Sam bij het politiebureau. En Anna daar bij de bioscoop. En ik zit in het tankstation hierboven. Dat is een hele enge villager. Oh, daar komt Zoe volgens mij aan doen. Zou hier iemand kunnen zitten? Daar is Sam. Hallo. Wat is dit nou weer? Wat doe jij hier? Hey, wat moet dat hier? Ga eens weg, jij! Nee, jij slaapt gewoon mijn tankstation, jij geel monstertje. Kom heel gauw naar beneden. Ik geef je 5 zeilgurk als je weggaat, oké? Okay? Nee, jij moet naar beneden komen. Hij slaapt mijn naar beneden komen, meneer. Ja, dat gele monstertje daar. Gele monstertje? Ja. Dennis? Oh, nee, dat ben je niet, jij stomme villager. Wat doe je nou weer? Ik zat maar verstopt, oké? Wat doe jij nou? Jij slaapt mijn tankstation. Oh, je bent alsof hier ooit klanten komen, oké? Okay? Er komt hier nooit iemand. Ja, ik was net mijn voorraad met zeeagurk aan het aanvullen. En ik denk, opeens hoor ik allemaal lawaai. Oh, door jou ben ik erbij, oké? Okay? Ik ben er maar beneden. Dan? Ga dan maar naar binnen. Ga je zeeagurk maar bijvullen. Oké, okay. Nou wil je nog wat kopen? Nee, ik wil niks kopen. Wegwezen jij. Doei. Oh, echt waar. Vertel me niet, Zoe. Hoezo niet? Ik heb je wel gevonden. Ja, door de... Oh, laat ook maar. Laten we de rest zoeken, oké? Okay? Oké, okay, even denken. Ik was hier zo aan het kijken. Maar toen hoorde ik dus allemaal lawaai. Oké, Zoe. Wat stinkt het hier? Naar zeeagurk. Ruik je dat? Als je het zo zegt, wel een beetje. Oké, Zoe, kom op. Ik heb maar één iemand die naar zeeagurk ruikt. De villager. Oké, dan ken ik er 2. Zoe, waarom zit hij ons aan te kijken daar via het raam? Dat is heel erg gek. En het lijkt alsof hij naar iemand aan het kijken is. Even kijken. Volg de lijn. Volg de lijn. En... Nee hoor, nee hoor. Nee. Tommy, je bent erbij. Ben ik erbij? Ook door de villager. Jammer. Ik denk dat hij je uitzag als een zeeagurk. Wat is die lekkere, sappige zeeagurk daar. Misschien kan ik wel wat verkopen aan hem. Oké, dat bedoel ik. Wegwezen hier, wegwezen hier. Wegwezen hier, inderdaad. Alleen Anna en Sam nog, toch? Ja, inderdaad. Anna en Sam, Oké. Ja, geen idee waar die zouden zitten met een eigen kleur, Zoe. Nee, precies. Ik heb geen idee. Misschien bij een auto. Anna, zit je onder de auto? Nee. Zeeagurk voor mij. Tommy, als jij hem nou even optilt en heel ver wegzet, dan gaan wij wel verder met zoeken, oké? Okay? Ja, precies. Oké, dat lijkt me een goed idee, inderdaad. Kom maar mee, jongetje. Tommy, doe maar die kant op. Heel ver die kant op. Ja, is goed, is goed. Hij wordt hier wel oppakken. Oké, Tommy, Tommy, weg hier. Dankjewel. Die allemaal. Ja, heel erg apart. Oké, nou ja, ze zat niet onder de rode auto. Dat heb ik net gekeken voor je. Misschien hogerop, Zoe. Hoger op de auto? Daar kan ik ook wel even kijken, hoor. Oké. En, zie je wat? Nee, ik zie helemaal niks. Helemaal niks? Nee, niks op de auto. Ja, dan heb ik geen idee waar die kan zijn. Oh, nee, mijn koekje. Zag ik dat goed? Vanuit mijn oog zag ik nou iets vallen hier? Oh, 7. Zoe? Een koekje. Was dat nou koekjesregen, dat de koekjes uit de lucht vielen? Ja, zeker. En dat kan maar van 1 iemand zijn, hè? Van de koekjes, wolk? Bestaat dat? Volgens mij wel. Wel, valt er anders een koekje uit de lucht? Dat komt toch niet zomaar? Jawel, dat kan zeker zomaar als hier iemand zit. Ja. Nu je het zegt, ik zie hem inderdaad. Ja, hè? Sam, je bent erbij. Je bent erbij. Kom maar naar beneden. Mag ik een koekje terug? Tuurlijk. Sam, waarom liet je dat koekje ook vallen? Dat ging per ongeluk. Ik wou een koekje eten. Oh, dat meen je niet. Oké, alleen Anna nog. Maar Anna heeft gewonnen. Dus waar zit Anna? Anna, kom maar tevoorschijn. Je hebt gewonnen. Wow. Anna, vertel maar wat je plek was. Ja, ik zat daar. Anna zat daar boven bij de bioscoop, Zoe. Jeetje. En Anna, je skin ziet er zo cool uit in het rood. Ja, hè? Allee, weet je wat? Ik heb een ronde gewonnen. Anna heeft een ronde gewonnen. Zullen we nog een ronde doen? Ja, is goed. Ja. Allee. Dat is goed. Wie gaat te zoeken worden? Tommy, jij? Tommy. Ja, ik vind het goed. En op welke plek zullen we dat doen? Oeh, zullen we naar de speeltuin? Verstoppertje in de speeltuin? Dat kunnen we wel doen. Ja. Oké, laten we daar ons gaan verstoppen. Alleen Tommy, jij moet je eigen skin aan doen. Oké, dat betekent Zoe dat jij je eigen kleur weer aan mag doen. Oké, laten we ons verstoppen daar. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik sta hier echt perfect op een geel blokje. Oké, eens even kijken. En daar komt Tommy. De fontein is blauw, dus zal Sam hier zijn? Misschien hier boven? Bij een blauwe fontein. Ja, Sam gevonden! Dat is mega snel! Oké, kom maar mee, Sam. Oké. Misschien hier zo ergens. Eigenlijk kan Tommy me echt super makkelijk vinden. Kijk waar ik sta gewoon. En kijk waar Zoe zit op een varken. Even kijken. Laat ik hier naar boven toe gaan. Oh nee. Hier zo. Stil blijven staan. Even kijken. Oh, een leuke glijbaan. Dennis? Tommy? Dacht je nou echt dat dit een goede verstopplek was? Geel op geel.
goed, Tommy? Ja, maar achter je is er maar geen geel. Misschien had ik hier moeten zitten, oké? Dat was misschien net iets beter geweest, maar oké. Misschien wel, inderdaad. Tommy, hoe heb je Anna en Zoe nog niet gevonden? Pong, 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 Tommy, let op mij, let op mij! Oh, 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 dat was niet de bedoeling, Tommy. Ik viel van de glijbaan af. Ik heb geen idee waar Anna en Zoe zijn. Oké, wacht, zie ik daar nou Zoe? Nee hoor, dat is Zoe niet. Dat is een varken. Die bedoel ik ook. Is dat Zoe? Dat varken. Oh, daar bovenop zit Zoe. Dat kan je echt niet zeggen, dat is hartstikke gemeen. Oh, maar ik dacht serieus dat dat Zoe was. Dat betekent dat Anna weer heeft gewonnen deze ronde. En Anna, je zat op een best wel makkelijke plek hier voor dit rode blokje. Nee, dat was gewoon een hele goede plek. Oh, nou ja, ik liep er net langs. Die was wel verstopt voor een rood blokje en achter een rood bloemetje. Dus op zich was het een goede plek. Alleen jongens, alsjeblieft, mag ik ook een keer zoeken? Dat kan wel. Oké, vooruit dan. Iedereen is hier namelijk te zoeken geweest, behalve ik. En ik denk dat ik ook best wel goed ben in verstoppertje. En zoals locatie, het blok staat waterpretpark. Ja, leuk. Oké, ik geef jullie voorsprong, verstop je daar, maar ik zie jullie daar, oké? En dan ga ik meteen zoeken. Wie die weg is gezien, ik kom! Oké, het pretpark, het waterpretpark. Waar, oh waar, kon iemand zijn? Misschien bovenop de glijbanen kan wel. Laten we de trap naar boven nemen. Deze trap is mega cool. Kijk, we nemen hem achterwaarts. Oh. Als ik hier naar beneden val, heb ik wel een groot probleem. En we zijn bijna helemaal boven. Wow, deze trap is mega. En ik heb hoogtevrees. Ik ben er! Hey, hallo! Hallo, ik moet hier even op de glijbanen kijken hoor. Of hier iemand is. Uitkijken. Ja, ik doe voorzichtig. Oké, ik ga je verlappen. Wat doe je wel bij me vast? Wel bij me vast! Omdat je wel voorzichtig moet doen, hè? Je mag ook niet op je buik, je mag ook niet op je rug. Oké, kan ik hier vanaf of niet? Ja, maar wel voorzichtig doen. Oké, dan ga ik. Moet je nog opletten of in de pas op, pas op, pas op, pas op. Wat nou weer? Laat me er nou vanaf. Oké, dan kom ik, dan kom ik, dan kom ik! Oh! Oké, dan gaan we, dan gaan we. Oh, wow! Is hier iemand? Is hier iemand? Voorzichtig! Oké, er is hier helemaal niemand op deze glijbaan. Kan ik hier eraf en daarop? Oké, perfect. Niemand is daar. Oké, laten we weer naar boven gaan. Laten we een andere glijbaan proberen. Misschien dat daar iemand is. Tommy houdt namelijk wel van de kleur groen. Sam van de kleur blauw. Anna van rood. Maar Anna zat niet op de rode glijbaan. Waar zouden ze moeten zijn? Ik ben er weer! Oké, ik wil de groene glijbaan gaan testen. Oké, perfect. Ja, je kan. Oké, daar ga ik. Daar ga ik. Oh. Ik zeg al, niet op je buik. Ik ga toch helemaal niet op mijn buik? Ik ging letterlijk op mijn kont, oké? Oké, daar ga ik. Oh, wow. Tommy? Ziet hij me? Volgens mij. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Jij zit daar heel gevaarlijk. Tommy? Ik zit hier gewoon veilig, hoor. Tommy, ik heb je gevonden. Kom maar naar beneden. Jij zit daar heel gevaarlijk. Oké, jongens. Ik ga op de rand op. Wow. Bonnetje. Blond. Meneer, gaat-ie. Het gaat goed. Even aan de kant staan, je hoeft me niet te helpen, hoor. Meneer, we kunnen wel zwemmen. Wacht, ik dacht dat er meeuwen, oftewel vogels in het water hebben gepoept. Ja, zie je, boven je hoofd, er zijn heel veel meeuwen hier, die poepen in het water. Ik zie helemaal niks. Tommy, jij wel? Oh. Alleen de zon en de lucht, maar in ieder geval, Badmeester, heb je nog andere mensen gezien in het waterpark? Ik zie niemand, hoor. Oké, ik ga hier een bommetje doen in het water. 3, 2, 1. Nee. Zet me eens neer, joh. Ik mag geen bommetje doen hier. Oké, dan ga ik duiken, oké? Aanlopen. 3, 2, 1. Oh, oh. Wow. Meneer. Even aan de kant, jij. Wat doe je nou? Je zei dat je kon zwemmen, hè? Nou, dat kan je dus niet. Ik kan wel zwemmen, ik kan alleen niet praten onder water. Jij... Ik heb iemand gevonden. Sam, hoe kan je zo lang je adem inhouden onder water? Nou, het ging wel bijna fout, hoor. Het zit ook allemaal bleekjes. Dat ziet er niet goed uit, hoor. Waar kan Anna zijn of Zoe? Oh, Anna, zit je hier ergens? Wacht, heb ik wel goed gekeken op de rode glijbaan? Ik weet het niet. Laat ik daar nog een keer gaan kijken. De rode glijbaan, dat is niet daar. Dan moet ik weer met de trap hier naar boven. Anna, zeg me niet dat je hier al de hele tijd stond. Ja, ik stond hier al de hele tijd. Ben ik de hele tijd langs je heen gelopen? Ja. De hele tijd? Ja. Dit meen je niet. Hoe had ik jou hier niet kunnen zien? Oké. Maar dan blijft er nog één iemand over. En ik weet waar ze kan zijn. Niet op de
paars glijbaan. Dan moet het wel hier ergens zijn. Ik zie er al liggen. Oh, Zoe! Zoe? Eén Emmetis. Is er nou in slaap gevallen? Ik denk wel. Ik ben hier. Ik ben wakker. Je bent helemaal verbrand, man. Ze is roze. Dat is de video dat we verstoppertje doen en één kleur. Alleen, jongens, ik heb jullie allemaal gevonden. En dat betekent, sorry dat jij de ronde hebt gewonnen. Maar zullen we maar gaan? Ik hoorde net dat er heel wat vogelpoep in het water lag waar we net hebben gezwommen. Nee, maar niet tijdens dat je gewoon in slaap was gevallen. Heb ik een bommetje gedaan in de vogelpoep? Oké. Rustig niet, ik ga naar huis. Ik ga douchen, denk ik. Ja, doe maar. Ja, doe maar inderdaad. Ik zie jullie later weer. Als je meldt.